Jitske. Ja. Heb je dit gelezen? Everyone has at some point packed a bag of to take with them on the journey. But how many of us have packed a bag that will hold all we have left in the world? When you're forced to leave home, what do you bring with you? What will fit into the rucksack or bag that you yourself must carry for such a long way? What size is this bag? How much does it weigh? How much can you physically carry? Dus de vraag is eigenlijk aan jou. Als jij een uurtje de tijd had, ternauwernood een uurtje de tijd had, en je had een rugzak, de grootte van de rugzak, dat kon je meenemen. Wat zijn voor jou het eerste wat bij je opkomt om mee te nemen? Als ik heel eerlijk ben, eigenlijk helemaal geen materiële spullen. Dan, omdat ik een uur heb, ga ik er iets langer over nadenken. En denk ik, nou, waarschijnlijk is een paspoort handig. Wat vervolgens waarschijnlijk ook weer wel die wegraakt of dat je weg moet geven. Maar ik denk dat ik dat nog mee zou nemen. Ja. En verder zou ik alleen maar familie mee willen nemen. Ja, ook al zijn die eigenlijk al zelfstandig genoeg. En toch is dat het enige wat ik echt denk van, ja, mijn familie zou ik mee willen nemen. Ja. En de rest zie ik later dan wel weer. Dat bouw ik dan wel weer op. Ja, 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 ja. Want wat is familie voor jou? Dat is... Ja, nou ja, dat is... Dat is het gevoel en waar ik het meest van volschiet als ik verhalen van vluchtelingen haal. Inderdaad dat families verscheurd zijn. Dat ze moeten kiezen om één kind mee in de boot te nemen. En dat de ander nog daar moet blijven. En dat ze niet weten. En dan denk ik, oh ja, dat is echt het allerergste. Dus ja, ja. Oké. Dus dan denk ik, oh ja, nou ja, misschien is het slim om iets met geld mee te nemen. Dat kan handig zijn. Ja, ja, ja. Maar ja. Uiteindelijk denk ik, en zo positief ben ik ook. Dan bouw ik daar verderop wel gewoon weer een nieuw leven op. Ja, als je maar je familie bij je hebt. Als ik maar mijn familie bij me heb. En zelfs als dat uiteindelijk dan niet zou lukken. Ja, dan nog denk ik. Ja, dan ga je daar weer verder. En dan bouw je daar een familie op. En dan ga ik op zoek naar mensen als mezelf. En dan, ja. Het is wel een ontroerend iets, hè. Om daar, als het even bij je binnenkomt. Ja. Ja, 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 zo van nee. En natuurlijk, omdat je nu zo vaak leest over mensen die moeten vluchten en in wat voor ellende ze dan ook moeten zitten. En dan denk ik, ja, ik zou wel weg willen. Ik zou niet blijven daar waar het ellende is. Ja. Dus ik zou wel op weg gaan. Ja. En dan inderdaad maar hopen dat het inderdaad in de toekomst echt... Dus eigenlijk wat je ook in je rugzak stopt, is eigenlijk jouw instelling. Jouw instelling in het leven. Ja. Ja, om iets verder op te gaan bouwen. Ja, zo van, hey, als het daar niet meer lukt, dan ga je gewoon weer door waar het dan wel lukt. En niet blijven hangen in wat niet lukt. Nee, nee.